Oké, nee, ik ben begonnen, meen ik denk 81 of 82 in de Kosmos bij Peter Bakkers destijds. En daar heb ik een maand of drie rondgelopen. En daar kwam steeds Erik Lauw langs en die gooide iedereen knalhard. Toen dacht ik, oh ja, dat vond ik ook leuk, veel leuk. Ik was gewoon jong en de Kosmos was veel te, voor mij een beetje te zweverig. Toen belandde ik bij Erik Lauw, dat was nog op de Oude Schans destijds. Ja, en dat was een generatie van elke dag trainen, want Erik was elke dag, dus we trainen elke dag. En het was natuurlijk ook Aikido en Katori samen, altijd. Dat is een generatie van Joost van Straten, Ellie Ekkel, Niek kwam later. Toen was ik een van de oekers altijd van Japanse leraar. Voorheen was Erik het altijd, en toen weet ik dat. En dat maakte ook dat ik op een gegeven moment met Yokota Vriet in aankwam. En Yokota heeft me toen uitgenodigd om naar Omodojo te gaan. En ik wist niet eens wat dat betekende hoor, wat die uitnodiging betekende. Maar ik kwam dan met mijn rugzakje aan en ik zei, hier ben ik. En toen zeiden ze, oh, oké. Okay. En dan ben ik naar boven gestuurd, Yonkai Desu, naar de vierde etage. En toen was ik dus een Deshi, opeens. Oké. Nou, het was dus 5 uur per dag trainen. Veel trainen, veel trainen, veel trainen. Ja, dat beviel me ontzettend, moet ik zeggen. Maar het was ook wel ontluisterend, want ik realiseerde dat het niveau in Nederland ontzettend laag was. Dat kwam ik me echt achter. Oké. Dus dat is wel een beetje een soort moeilijk punt. Want ik dacht, wat nu? Nou, wat doe je dan? Ga je weer terug naar Homodojo? Maar toen dacht ik, ja, of ik moet er blijven. Echt permanent blijven. Maar destijds, Joyce was mijn vrouw destijds en die was gewoon zwanger. En die zei: ja, dat gaat dus niet door. Oké. Toen heb ik het overlegd met Yamaguchi-sensei. En die zei: ga naar Christian. Dus ik ben gewoon naar Parijs gegaan en hier zei: hier ben ik. Ik word gestuurd door Yamaguchi-sensei en kan ik hier trainen? Hij zei: ja, ga je gang. Dus dat was mijn Parijsgang. Waar ik denk een jaar of 8, 9 op en neer gependeld heb. Ik meen tot ik ongeveer dan was. En toen was er net in Nederland was er best wel gedoe op federatief niveau. Er was een splitsing en et cetera. Dus ik werd uit het niets werd ik een soort technisch directeurtje. Ik weet nog wel dat dat was een grote verbazing. Dat ik was geloof ik derde dan dat ik eigenlijk kan me gradueren. Ja, dus dat is even heel in het kort. En ja, nu ben ik zesde dan in de Sihan, bijna zeven. Ja, dat is een beetje, hoeveel jaar zit er tussen? Ik denk nu 40, 42 jaar, 41 jaar. En natuurlijk, mijn Aikido is ontzettend veranderd. Ik bedoel, als ik nu naar mijn Aikido kijk, toen en nu is het mega anders. Want zeker, ik kwam uit de tijd voort, in het begin was het een soort ren-je-rot Aikido. Hè? Als je maar rende en een examen duurde ook een half uur. En als je maar genoeg zweette, dan passeerde je wel. Ja, en dan had je altijd de tweedeling in Nederland tussen de ene kant de Erik Lauw mensen en de andere kant de Peter Bakkers mensen. Dat was een beetje de tweedeling in die tijd. En de Erik Lauw mensen waren altijd degene die de goede economie konden nemen. Dat was altijd wij konden economie nemen. En dat kwam een beetje voort omdat Erik wou heel erg dat je heel lichtvoetig in je oeken was. Je moest helemaal geen gewicht geven, heel beschikbaar zijn in je oeken. En dat was precies de soort van oekemie wat ook Homodojo graag had. Dat viel heel goed. Alleen de punt is op een gegeven moment als je ouder wordt, dan krijg je gewicht. Nou ja, niet alleen fysiek gewicht, maar ook gewicht in zwaarte. Dus om die beschikbaarheid vast te houden en toch zwaar te zijn, dat is een hele opgave. Je moet er kunnen switchen. En er komt natuurlijk een tijd dat je niet meer leert de oekemie te nemen. Dat was ook een tijd, zo rond 5 en dan, 6 en dan. Dat was mijn laatste keer dat ik echt dacht, nou, ik leer niet meer de oeker te zijn. Ik leer nu vooral door tori te zijn. Alleen, dat moet je wel heel laat uitstellen. Want als je dat te vroeg doet, hè, dan heb je niet de bewezenervaring in je lijf om, denk ik, goed uit te groeien als Aikidoka. En nu is mijn oekemie een soort onderhoudsstand. Weet je, af en toe doe ik het eens een keer en dan rol ik mee. En dan, maar het laatste nam Christian was oeken en dan ging de hele zaal ging klappen. Hij kan het nog. Dus ja, dan denk ik, ik weet niet of dit een goed teken is. Maar
Ja, dus en wat ook heel erg verandert, is dat je natuurlijk vanuit heel fysiek werken naar intern werken. Dat verandert enorm ook, want in het begin zeg je heel het woord key in intern werken, zeg je niks. Terwijl nu wel veel meer leeft in mij. En dan begrijp je ook veel meer wat je eerste leraren wouden doen. Hè? Bijvoorbeeld in mijn tijd had je Knetske-sensei en die was eigenlijk heel intern aan het werken. Eigenlijk, als ik er nu over nadenk. Maar het werd niet als zodanig uitgelegd. En nu begrijp ik wel wat hij ongeveer deed. Ja? Hoe Ik heb er dan? meer. Wat zei je? Hoe dan? Nou, dat je dus veel meer besef krijgt hoe die vanuit zijn centrum zat te werken. En hoe dat dan zich. En de volgende stap is, als je dat dan realiseert, nu dan als leraar, hou ik me bezig, hoe kan je het dan organiseren om anderen te leren? Want daar heb ik wel altijd veel energie in gestoken. Hoe kun je didactisch dingen omzetten naar leermomenten voor je studenten toe? Kijk, in mijn tijd deed je 8 of 9 jaar of via Shodan, geloof ik. En ik trainde elke dag. En dat was gewoon uit onkunde. En nou, gaan het in 3, 4 jaar als je echt serieus traint. Dus daar zit heel veel een verschil in didactiek in. En daar zit een groeimoment in. Dat je dus leert het bijna, dan moet ik oppassen wat ik zeg, op een schoolse manier te benaderen. Daar zit wel een valkuil in, want als je 8 jaar werkt voor iets en je investeert heel erg met je, ondanks het feit dat het niet snel vooruit gaat, heb je een heel ander commitment dan iemand die 3 jaar of 4 jaar werkt en in zo'n schoolprogramma terechtkomt. Gevaar is dat als je het heel schools benadert, wat ik nu ook zie, dat mensen gaan zeggen, ja, ik heb nu 2 jaar mijn Shodan gehad, nu wil ik mijn Nidan hebben. He? Dus het is alleen maar omdat er een cijfertje staat, maar totaal geen inhoud. En dat is een beetje de cultuur geworden nu in Nederland, zie ik. En dat is wel echt heel erg zorgelijk, moet ik zeggen. Want ik zie steeds meer hooggegaande mensen komen die denken de passage van die graad niet hebben gemaakt. Als je dat zegt, moet je dus in je hoofd kwaliteitsnormen hebben over graden. Toen ik Shodan werd, toen vroeg ik, wat moet ik voor Nidan doen? Ze zei, ja, dan moet je meer ontspannen. Toen dacht ik, ze weten het dus niet. Ze weten het gewoon niet. Gaan we meer ontspannen? Ik dacht, oké, dat is interessant. Maar hoe doe je het dan? Dus, en dat besef, dat heb ik heel erg kunnen oppakken in Frankrijk. Waar ze heel erg duidelijk een visie hadden hoe de verschillende dangraden, de verschillende kwaliteiten waren. En hoe je naartoe moest werken. Dus als ik heel kort door de bocht ga, is Shodan is vorm. Nidan is ruim en groot bewegen zonder frictie. Derde dan is zwaar kunnen werken, dus gecentreerd kunnen werken. Vierde dan is de notie van gevaar weten te cultiveren in je Aikido zonder te beschadigen. Ja? En vijfde dan is dan dat je in een soort rijping terechtkomt, dat je langzamerhand je eigen signatuur begint te zien, wat bij je lichaam past. Maar die signatuur is nog zeg maar heel erg broos. Hè? Het is dan niet stressbestendig of ja, je kunt het niet met iedereen kwijt uitvoeren. Zesde dan is dan dat je op een gegeven moment die signatuur steeds meer duidelijker hebt en je wordt ook steeds meer je eigen autodidact. Je weet jezelf aan te sturen. Hè? En zeven dan naartoe werken is wat je doet. Hè? Dat wat je eigen signatuur is, werkt met iedereen. Nou, dit zijn mijn eigen kwaliteitsnormen. Maar die heb ik natuurlijk gestaafd aan professionals om me heen. Van hoe denken jullie hierover? En dat was een beetje dezelfde soort gedachte. Dus een heel andere visie natuurlijk. Dat je zegt, ik moet zoveel jaren dat doen. Zeg, je hebt zoveel jaren nodig, dagelijks trainen om te komen. Stel je voor, je bent een Aikidoka en je traint 1 keer in de week. En je doet het voor je plezier. En je wordt Shodan, dan ben je blij. Maar als je dan ook nog denkt dat je met 1 keer in de week goed kan worden, dan is het wel een probleem. Hè? Want het is gewoon uren draaien, uren maken. En ook nog zorgen dat je bij de juiste leraar zit. En als je dan toch op die manier doorhobbelt en je wil vierde dan, vijfde dan worden en je wordt het ook, dan is de vraag hè, welke kennis je door gaat geven zelf. Nou, als je jezelf weet te plaatsen en je weet ook je eigen begrenzingen, dan is het geen probleem. Maar als dat er niet is, heb je wel een probleem. Ja? En daar ligt het vaak, daar gaat het vaak mis, denk ik. Dus ik zie heel veel mensen hoge graden waar ik denk, oké, maar is het wel waard? Ja? En dat is altijd lastig, want je hebt natuurlijk geen competitie, je hebt dat niet. Maar je hebt natuurlijk wel je interne maatstaf hoe je naar mensen kijkt. En men weet het ook. Ja? Als je met iemand traint, dan weet je ook wel waar iemand staat. Ja?
Maar je kan natuurlijk dat daarvoor weglopen door in steeds kleine groepen te gaan blijven trainen en niet naar buiten te gaan. En dan wordt het steeds meer een eigen secte. En binnen die secte heeft zijn eigen geldigheid. Want als de ene een graadje erbij komt, moet jij ook een graadje erbij hebben. Weet je? Dat is een soort, dat hobbelt zichzelf omhoog. Ja? Nou, als je dat ziet, dat is een automatisme. Niet meer te corrigeren. En dat hobbelt gewoon door. Ja? Nou, alles wat dan wel krijgt, is dat de beeldvorm van Aikido langzamerhand aan het eroderen is. Want zeg maar, als je mensen van die kwaliteit hebben die door andere vechtkunsten ook gewaardeerd worden, dan heb je natuurlijk een soort respect. Nou, je kunt ook in een situatie komen dat respect verdwijnt, omdat mensen denken, ja, wat ik nu zie, is martiaal gewoon bullshit. Ja, om even korter de bocht te gaan. Nou, daar ligt wel heel erg een last, hè, als leraar. Dus ik heb altijd wel geprobeerd te werken dat er een helderheid was wat de normen zijn. Waar de graden voor staan. En die eenduidigheid heeft ook gemaakt dat ik heel snel groot kan worden. Want op het moment dat je een eenduidige visie hebt over dingen hebt, en die wordt collectief gedragen door je leraar waar je mee werkt, dan heb je een eenduidige signatuur binnen je federatie. Ja? En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En dat noemen we een technische lijn. Ja? En ideaal, zo'n technische lijn heeft dan een bewaker, hè? In mijn geval Christian Tichet of noem een andere Sihan, die als symbool staat voor die kwaliteitsnormen. Toen ik pas bezig was en ik had voor het eerst, toen ik voor het eerst mensen bracht aan niveau van derde, dan liet ik ze gewoon een homeboel zien. Ik zei, wat vinden jullie ervan? Want ik weet eigenlijk niet of ze goed zijn. Ze zei, ja, ga door, dit is goed. Weet je wel? Ik gebruikte steeds externe referentiepunt om mezelf te vormen ook. Ja? Nou, weet je wel, zo. Je zou niet zo homo zien, wat bedoel je? Nou, we gingen naar homo en dan je trainen en dan vroeg ik aan de leraar wat en vroeg ook heel wat moeten ze nog doen? Heel bewust adviezen. Omdat ik vond, het is een levend project, hè, waar je mee werkt. En je bent zelf ook nog in de vorming en je bent dus ook niet alwetend. Dus je moet heel erg openstaan voor dat soort invloeden. Nou, en dat deed ik het zelf, liet ik aan Christian zien en zeg, wat vindt u ervan, wat denkt u? En ja, dat heeft me altijd wel gevormd op die manier, want natuurlijk had ik mijn eigen denken ook erover. Maar ik denk maar weinig mensen in Nederland zo denken eigenlijk. Die denken gewoon in termen van jaren. Ik train nu 4-5 jaar, dus, hè, en dan komt er een woordje, ik moet die en die graad hebben. Nou ja, kijk, in het begin denk je er niet over. Want in het begin was ik gewoon, waarom ging ik lesgeven? Omdat ik elke dag op de mat was staan. Nou, waarom wou ik lesgeven? Omdat ik elke dag op de mat was staan. Dus, en in het begin, dan automatisch betekende dat je leraar wordt. Want heel snel was het niveau in Nederland niet zo hoog. Je werd zelf een leraar. Alleen de commitment om dagelijks op de mat te staan, om dagelijks les te geven, in welk weer, in welk jaargetijden, dat gewoon door te doen, dat vormt je. Dus, voor mij was het gewoon heel duidelijk, want elke dag had ik wel ergens, gaf ik les. En niet 2 of 3 keer in de week of 1 keer in de week. Dus dat gaf een heel ander gevoel, hoe je met mensen omgaat. En ik schaalde ook mensen in 3 categorieën in. Je hebt de mensen, die zei ik van, ik noem het de sneltrein, of de TGV in dit geval. Als je elke dag traint, dan ga je snel. Dat is gewoon normaal. Als jij de sneltrein neemt, dan train je 3 keer in de week, dan ga je minder snel. Ja? En je hebt ook de boemeltrein en die komt ook aan, dan train je 1 keer in de week, alleen dan ga je nog langzamer. Ja? En zolang je maar de bewuste keuze maakt in welke trein je stapt, is er geen probleem. Ja? En zo kon ik ook met die mensen werken, want ja, dit is gewoon, hij zit in de boemel, ik kan best wel plezier mee hebben. Want hij komt elke week en is heel trouw, maar ja, dat voor die show dan zal een tijdje duren. Ja? Dus daar zat geen verwarring tussen. Dus commitment en engagement loont. En de sneltreinmensen, die gaf ik alles. Hè? Dan nam ik ze mee naar de leraar of introduceer ze aan de leraar. Want ik realiseerde ook, mijn eigen niveau is niet voldoende. Je moet gebruik maken van de eigen gemeenschap om je heen om mensen goed te maken. Nou, dat betekent dat je heel erg moet weten waar je staat als leraar. Wat is je domein? Wat kun je waar mensen in vormen en waar kun je mensen niet in vormen? Waar heb je anderen voor nodig? En dat is ook budo, want
rijkwijd te weten, hoe ver je krachtenveld is, dat is een van de belangrijkste bepalingen om of als budoka om in de wereld te staan. Nou ja, en dan gaat de dingen vanzelf. Dus mensen die in de sneltrein kwamen, ik kreeg steeds meer leren op me af, die kwamen juist voor die sneltrein. Maar dan moet je je bezig gaan, hoe krijg je met elkaar een gemeenschappelijke visie wat we aan het doen zijn. Dus ik had mijn eigen woorden gebruikt, mijn taal ontwikkeld, om uit te leggen wat ik belangrijk vond. Waar dus, nou ja, ik begon natuurlijk eerst, wat zijn de verschillende stappen in de QGA domein? Want dat was de volgende stap waar het om ging. Statisch werken en dan vervolgens als je voor het eerst handen om dat je moet doen, kan je niet meer statisch werken. Dan moet je bewegen en vandaaruit ga je naar dynamisch werken toe. Ja? Nou, maar als je nu naar de huidige examens kijkt van mensen, dan heb ik soms over andere stijlen. Dan zie ik bijvoorbeeld dat ze statische oplossingen doen voor handen om dat zie. Nou, dan denk ik bij mezelf, ze hebben het niet begrepen. Ja? Dat kan allemaal wel. Ja, dat doe ik ook nu op mijn 63ste. Als je mij handen om dat laat doen, dan beweeg ik geen meter. Hè? Ja, dus, maar je moet nu echt niet zo beginnen, want waar dient het voor? Handen om dat zie ontwikkelt je heupen. Ja? Dus je moet je heupen weten ontwikkelen. Als het niet gezet is, je heupen zijn niet gezet, ga je alles uit je schouder halen. Ga je uit de schouder, ga je aan je handen kijken. Dan staat de kont achter, dat noemde Erik altijd hyperdecorsie. Ja, en vanaf dat model is het ander altijd een vijand. Als jij je kont achter gooit, is de ander een vijand. Dus je pakt nooit de kern van het eiken op dat je in een soort onbevangenheid naar een partner toe kan stappen. En het zelfvertrouwen ontwikkelen dat je dus in een situatie staat zonder dat angst je regeert. Ja, dat is eigenlijk de kern van wat je probeert te ontwikkelen in Aikido. Maar ja, daar heb je natuurlijk fysieke gereedschap voor nodig. En het ontwikkelt zich bijvoorbeeld door een aantal stappen in het QGA-domein. Nou, dan heb je ook een probleem dan. Want als je dan jonge mensen hebt, dan pakt dat. Maar als je ouder mensen hebt, bijvoorbeeld je bent 50, en je moet beginnen met handen om dat te zien, is het best wel een getouwtrek. Maar dan moet je heel creatief zijn, leraar. Wat moet ik diegene leren op die toch in zijn heupen komt? Welke vorm heb ik dan nodig? Hè? Maar mijn doel is dat hij zijn heupen ontwikkelt. Ja? En een brede basis krijgt. Nou, het is niet bedoeld om op je knieën te lopen als doel op zich. Het zal wel. Ja? Nou, de logica achter de technieken weten te pakken. En vandaar had je didactiek te organiseren, betekent dat je heel erg analytisch over je Aikido moet gaan nadenken. Ja, en ik was natuurlijk van origine een bewezen wetenschapper en dat vond ik wel leuk. Weet je, hoe kan je nou, wat zit erachter? Ja. Nou ja, en datzelfde denken ontwikkel je natuurlijk ook voor de dangraden en zo ga je vooruit. En als die heldere signatuur er is, ontstaat er ook mezelf een heldere signatuur binnen je groep en binnen je federatie. Dus op een gegeven moment kon je mensen herkennen aan de manier van bewegen, die komen dus van Wilco af. Ja? Want je kon zien hoe ze bewegen. Nou, dan gaan we de goede kant op. Dat wil niet zeggen dat de enige vorm van beweging correct is, maar er zit in ieder geval een heldere signatuur in. En daarom geloof ik ook niet in groepen die roepen, ja, we hebben verschillende leraren en dat lossen we democratisch op. Ik denk, nou, hier gaat iets fundamenteel mis. Want als je dus niet aan een gemeenschappelijke signatuur hebt over je techniek, je hebt daar geen collectief gevoel over, wat is dan wel je cohesie bij elkaar houdt? En als het niet de techniek is, en niet het trainen, ja, dan vraag ik me af hoe je kwaliteit weet te ontwikkelen. Dus ik had heel erg gevoel dat, zeker toen, door gebrek aan niveau in Nederland had je heel veel splitsingen, want er was geen collectief gedachte en zaken werden heel snel, kwamen in politieke dimensie terecht. Dus ik dacht, hoe sterker de signatuur, de technische signatuur, hoe minder splitsingen. Neem bijvoorbeeld de mensen die Tamura of Sukarno hebben meegemaakt, die zijn heel loyaal in mijn leraar en die hebben een collectief zelfde vorm van bewegen. En die hebben weinig behoefte om zich te splitsen. Nou, dat was één ding. En wij, in mijn tijd had je Knetska. En die was, laten we zeggen, had wel een heel duidelijke signatuur, maar was niet zo erg vaardig in de overdracht daarvan.
Dus er was niet echt een collectief besef wat we aan het trainen waren. Het staat ook niet tussen de oren tussen de mensen. Nou, toen kwam Fujita eroverheen, een heel andere stijl, een heel andere manier van werken. Nou, dat betekent automatisch twee groepen. Bijna automatisch. En weet je wel, dus voor mij was het zo helder dat zo zou gaan lopen. Ja, en dan krijg je natuurlijk dat als je met ieder op een gegeven moment zijn eigen vlag zoekt, dan kan je natuurlijk op een gegeven moment krijg je de situatie dat iemand dan een vlag vindt. Hè? Dan zei iemand, ja, ik ben een leerling van Tada. Oh, hoe vaak zie je hem dan? Nou, ik zie hem één keer in het jaar. Oh, maar ik ben een leerling van Tada. Oké. Okay, dus die vlag wordt belangrijker dan de inhoud van het werk. Ja, en dan als je dat eenmaal toelaat, krijg je natuurlijk, heeft iedereen zijn eigen vlag. Ik was op een gegeven moment de grootste. Ik had in de tijd, wat had ik, 2.500 leerlingen, geloof ik, enorm groot, en 70 dojo's. En ik was groter dan de Judobond, Aikido. Die was toen 1200, geloof ik, zoiets. En ik keek een beetje naar dat speelveld. En ik zag van origine dat er heel veel tijd en energie geïnvesteerd werd om erkend te raken binnen het NOC-NSF, maar het lukte elke keer niet. Ik dacht, nou, laag, hoe moet ik dat dan doen? En toen is het eerst opstap, dacht ik, nou, de kern van wat mensen bindt is een rijksgekende leeropleiding. En toen ben ik met mijn eigen groep, de DAF, lid geworden van de FOG, de Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Moest ik wel iets doen wat om het verleden weg te poetsen. Er was ooit, was het Aikido is eruit gegooid uit FOG in de tijd van Bakkers, die waren gerouilleerd. Dus toen ik het woord Aikido riep, was niet gelijk iedereen blij. Hè? Maar toen zei ik, ja, maar ik ben Aikikai. Dus Aikido mocht niet, want dat was een gerouilleerde sectie. En toen ben ik er binnengekomen als Aikikai. Oké. Dus dat was. Maar destijds was de monopolie van de rijksgekende opleiding zat bij de NCA-JBN. Die had in ieder geval 3 en 4. En die wouden niet delen van iemand die niet lid van de JBN was. Maar dat was lastig, want ze hadden natuurlijk heel duidelijk signatuur van Tamura en Sukarno. En geen andere signatuur lieten ze toe. Toen dacht ik, oké, wat doe ik dan? Binnen een FOG maak ik niveau 2. Leraar martial arts, of ja, assistent leraar martial arts niveau 2, Aikikai. Opleiding gemaakt. En dat werd een beetje omdat in het verleden is er veel poging ondernomen om ook een opleiding te maken. Dus het werd een bindmiddel voor heel veel groepen binnen te komen. Dus er kwamen heel veel groepen, kwamen opeens in die Aikikai-sectie terecht van de FOG. Die allemaal die niveau 2 gingen doen. En toen werd het opgemerkt door het NOC-NSF en die zei, willen jullie niet doorgroeien naar een eigen bond? Zeg ik, ja, dat zou ik best wel willen. Alleen, kijk, je moet het zo zien. Nederland, niemand is onbesmeurd. Iedereen heeft een verleden en historie. Dus ik krijg dat niet in mijn eentje voor elkaar. Want ik heb ook een naam opgebouwd waar mensen positief of negatief over nadenken. Dus ik heb jullie hulp nodig om dat voor elkaar te krijgen. Toen hebben ze een organisatiebureau opgezet. Chique mensen in het park met een chique kantoor waar je elke keer moest vergaderen. En daar zijn we, hebben we 1,5 jaar, geloof ik, aan de vergadertafel gezeten. En het idee was: ieder zijn eigen vlag, dus ieder zijn eigen sectie. En de grootte deed er niet toe. Dus iedereen stem. Want iedereen was bang dat met mijn 2.500, wat echt 80% van het Aikido-populatie was, dat ik het zou domineren. Ik zeg, nee, dat hoeft mij niet. Eén stem, iedereen deelnemen. Alleen omdat je natuurlijk vanuit een sportperspectief naar een discipline kijkt, zei de NSF, dan moet je wel alle stijlen meenemen. Je kunt niet een Aikikai doen. Dus vandaar het ABN werd een multistijlen bond. Hè? Met destijds Tenryu, Tomiki, wat zit er meer in? Josenkan zit erin. Wel gevraagd om Kyaikido, maar die wouden niet weg bij de JBN. En het geldige Aikibudo wou ook niet weg bij de JBN. Die wouden blijven. JBN zat ook aan tafel. Totdat de conceptstatuten er lagen. En toen werd het opeens serieus. En toen werd er geroepen dat de
degene die aan tafel zit namens de JBN niet hun afgevraagde was. Dat heeft nog wel een klein relletje opgeleverd, want dat organisatiebureau Boer en Kroon, die zei, oh, maar u heeft wel elke keer getekend dat u de afgevaardigde bent. Dus hoe, wat moeten we hiermee? Ja. Dat is een juridisch dingetje. Hè? Nou, dat is in de minne opgelost destijds, met veel koffie en zo. En de oplossing was dat destijds dat de JBN niet tegen zou stemmen. Als wij op de ledenvergadering zouden zijn en ons lidmaatschap zouden aanvragen. Ja. En dat was natuurlijk ook in de tijd van Erika Terpstra. En Erika, die was gelijk helemaal wauws van het Aikido. Jullie zijn, dit is meditatie. Het is meditatie in actie. Jullie worden lid. Nou ja, en Erika was een voorzitster. Want als ze daarvoor, als zij in beweging ging voor jou, dan waren maar weinig mensen die nee durfden te zeggen. Dus het was wel een mooie tijd. Maar, gek genoeg was het ook moment, want ik was natuurlijk een desi geweest van Hombo Dojo met de huidige Dosho. Dus ik was heel erg bezig om Dosho in Nederland te krijgen. En de vorming van ABN was gelijk een mooie gelegenheid om Dosho te laten komen. Ik zei, voor het eerst hebben we dus een situatie gegenereerd waar de Aikido weer samenwerkt met elkaar. En het was best wel nieuw, want het was juist in de tijd dat mondiaal heel veel versnipping plaatsvond. Dus in 2009 was dat. En het was, nou ja, een groot evenement in Almere. 1500 mensen op de mat. En het mooie ervan was dat de mat werd gebracht door alle dojo's. Dus alle dojo's lid waren van ABN en lid zouden worden, leverden hun mat aan. Dus de collectieve mat voor iedereen. Het was wel een hele logistieke operatie, want het moest 1 bij 2 meter zijn, groen, 4 centimeter. Nou, dat was, en er was een mat, ik weet niet hoe groot, ik denk het is meer dan 2000 vierkante meter, mat lag er toe. Dus het was echt een heel mooi evenement, moet ik zeggen. Destijds in 2009 hadden we 5 homo-recognized entities in Nederland. En er waren opeens, de ABN was iets meer dan tegen de 4000 leden. Wat is een homo-recognized entity? Een homo-recognized entity is een IKEI-groep die door de HOMBO erkend is als zodanig. En dan krijg je het predicaat homo-recognized. Maar er waren er 5 van. Ik was er 1 van. Je had, ik weet niet wat het precies was, want ik was, zeg maar, je had natuurlijk in de tijd had je de CABN, je had de NCAF, die was uiteindelijk de UOKAI geworden. En je had AVEN, je had de JBN en de DAF. En dus in totaal 4000 mensen. Nu 2019, toen Dojocho kwam, dus hadden we 10 homogeneous entities. Dus 10 groepen, maar 2500 leden. En ik voorzie dat over 15 of 10 jaar hebben we waarschijnlijk 20 kleine groepjes en nog minder leden. Dus wat ik zag, dat verder opsplitsing niet maakt dat de ledental groeien. Omgekeerd, splitsing maakt dat mensen weglopen van het Aikido. Eigenlijk hebben we maar 1 bond, dat is de ABN. Maar iedereen staat en roept, normaal, wij zijn ook een bond, wij zijn ook een bond, wij zijn ook een bond. Nou, dat woordje ook is dan wat je dan hoort. Ja, en wat ik eerst zei, dat het niet heeft bijgedragen tot een bundeling van kwaliteit. Mijn ideaal zou zijn geweest met de ABN dat er een bundeling zou komen van kwaliteit. Dat is een beetje op een gegeven moment proberen vorm te geven rond de talentgroepen. Hè? Dat je zei, we gaan los van alle stijlen. Gaan we mensen bij elkaar zetten om juist kwaliteit te leveren. En er zit wel een soort onbevangenheid in. En ik vind dat mensen er wel toestaan. Maar als ze richting Jordan gaan, zie je al dat dan weer het uit elkaar trekt. Want iedereen wordt weer teruggeroepen in zijn eigen clubje. Dus ik had destijds geroepen, waarom doe je dan niet dat die talentgroep collectief een soort zwarte band examen met elkaar? Wel met alle opperhoofden erbij vanuit die stijlgroepen.
Maar dat je naar een uniformiteit in kwaliteit toe werkt. Maar kijk, alle normale dingen, talentgroep, kwaliteit, wat in een andere tak van bewegingssport normaal is, doen we net en eigenlijk dan niet. Dat is jammer. Heeft dat te maken met het feit dat het niet competitief is? Eén. Maar ook met twee, dat het woord excellentie, dus het willen excelleren, is ook niet echt in de genen van het Aikido geslopen. De pioniers wel, ja, heel veel mensen wel, nog wel die dat gevoel, ik wil het beste uit mezelf halen, daarom doe ik dit. Maar voor de meeste mensen is Aikido een soort kapstok. Om vanuit een Aikido-filosofie in het leven te staan. Prima, ja, waarom niet? Alleen om dat werkelijk te belichamen, kost tijd en veel energie. Ja? De filosofie is makkelijk te roepen. Je kan helemaal zo, ja, het is win-win, het is dit en het is zo. Daar kan je helemaal komen. Maar dat je het daadwerkelijk in je lijf hebt en belichaamt, dat is een ander verhaal. En dan zie je een splitsing tussen. Dus. Daarom zijn we ook heel kwetsbaar, want als wij in een Aikido-gemeenschap conflicten hebben, dan belichaam je dus niet het Aiki-gevoel. Dus daar zit een soort Achillespeesje. Wat maakt dat mensen bij elkaar komen in Aikido? Mensen komen alleen maar bij elkaar in Aikido als ze met elkaar trainen. Dus als je met elkaar traint, weet je elkaar te verbinden. Dus dat is altijd mijn leidmotief geweest. Zorg mensen met elkaar trainen. Multistijlen dag. Zorg maar dat je met elkaar traint. Het binnenhalen van een leraar uit Homboe. Dat je met elkaar traint. Even los van je stijlgroepje. Hè. Maar dat is ook niet meer echt in trek. De laatste tijd zie ik dat steeds mensen meer weer terug gaan vallen in hun eigen behuizing van hun eigen sectie of hun eigen dojo. Dus het gebrek aan samen trainen is altijd de eerste opstap naar conflicten. Dus, in het grote, hè, ik ben nu voorzitter van de IEF. Wat zie je? IEF is de Internationale Aikido Federatie, waar net als elke tak van beweging of tak van sport, heb je dus een internationale federatie. Nou, ook Aikido, gelukkig. Want het IEF is lid van GIFS. En GIFS is de grote koepel van alle sportfederaties. En lidmaatschap van die organisatie maakt dat je binnen een land als sport wordt erkend. Nou, in ons geval als demonstratiesport zonder competitie. Maar dat heeft wel gemaakt dat we lid kunnen worden van NOC-NSF. Lid worden van NSNSF geeft een aantal voordelen. Geld. Ik heb subsidie. Ik geloof dat de ABN iets van 50.000, 60.000 euro toucheert per jaar van de overheid. Je komt in een ruif van rijksgekende opleidingen terecht. Nou, werd in ABN's niveau 2, 3 en 4 is er nu. Nou, dat zijn een aantal voordelen. Kijk, de standaardvraag die de mensen al hebben bij een bond, wat doet de bond nou eigenlijk? Dat is de standaardvraag. Dus als die vraag er is en je hebt iets wat boven een dojo uitstijgt, hè, heb je ook de plicht om het zodanig te belichamen dat die vraag niet meer gesteld wordt. En dus als in Nederland gevraagd wordt, waar moet nog lid zijn van de ABN? Als die vraag opkomt, dan is er, doen we iets niet goed. Want het betekent dat mensen niet direct zien of voelen of meemaken wat de bond als extra waarde geeft dan alleen maar het zijn van een lid van een dojo of lid van een club. Dus dat ligt een soort, daar ligt een soort spanning in, een soort spagaat. Maar dat moet je wel doen motiveren om activiteit te bedenken die concreet voor de mensen voelbaar zijn. Nou, dat doet de bond dus. Ja? Nou, om nog een groter verhaal, IEF, dat is de bond der bonden, hè, wij spreken. Toen ik begon in 2012, toen was de kernvraag altijd, die ik altijd hoor, ja, de IEF doet niks. Ja? Dat was het eerste wat ik altijd hoor, ja, was de IEF eigenlijk voor.
En het was ook in de tijd dat hoe moet ik het uitleggen, dat de IF is voortgekomen uit de visie van de tweede Doshu. Die vond dat als je het Aikido wereldwijd wil maken, dan moet je meeliften met de sportstructuren, zonder een sport te worden met competitie. Net zoals in Europa, toen Tamura binnenkwam als pionier, toen is hij mee gaan liften met de infrastructuur van de judobonden in de verschillende landen, om het Aikido groot te maken. Nou, als je meelift daarin, moet je altijd oppassen dat je je eigen signatuur weet te bewaken. En er kan ook een moment komen dat je zelfstandig moet worden, dat je genoeg groeit. Dus als je dat bekijkt, dat toen de tijd dat er zelfstandige Aikido-bonden begonnen te ontstaan in landen, was eigenlijk een groeimotief. Want je ontgroeit uit de rui van de judobond, je wordt zelfstandig, dat is normaal. Nou, maar op wereldniveau betekende dat ook dat in eerste instantie ben je een verlengstuk van de Aikai. En op een gegeven moment vindt de IF steeds meer signatuur en krijg je een eigen positie. Ne? Nou, dat is nu een beetje aan de gang, hè, want de IF heeft een andere rol dan Aikai. Aikai zelf is de kwaliteitsdrager van het techniveau en de graden. En wij zijn een soort, als IF zijn een soort verlengstuk geworden van het International Department van Aikai. Want de Aikai zelf is een privé-instantie. Dat kan geen relatie aangaan met overheden. Dat is een beetje de rol geworden van de IF. De IF is momenteel de buitencirkel van de Aikai die de relatie aangaat met overheden. Nou, dus in dat veld, hè, Nederland vanuit de NCAF voortgekomen uit een groep mensen die niet meer lid worden zijn van de Judobond. En uiteindelijk wordt dat het Aikibod Nederland. Ja? Nou, dat is een normale ontwikkelingsgang. En zo kun je het ook internationaal kijken. Dat is zo. Dus dat betekent ook dat, maar om te zorgen dat je mat georiënteerd blijft. Ja, dus dat was een slogan, was friendship by Keiko on the tatami. Dus vriendschap door verbindende activiteiten die mat gerelateerd zijn. Anders wordt het een politieke club. Ja. Nou, als je dat goed blijft bewaken, ja, dus je op met mat activiteiten, dan is de mat het centrum. En als mensen met elkaar trainen, gaan ze ook met elkaar praten. En dan kunnen ze collectief voor een gemeenschappelijk project besluiten. Maar je start met de mat. Ja. Laat je mensen alleen maar praten zonder mat, gaat dat niet goed. Nou, dat was een kleine lering, want ik kwam voort uit de tijd dat een NCF-ledenvergadering kon 4, 5, 6 uur duren. En dat belandde altijd, spatten uit elkaar met ruzies. En we werden niet getraind met elkaar. Ik zei, oké, stop. Trainen, praten, besluiten. Vorm van de ABN en nu, zeg maar, een IF. Gek genoeg waren alle grondbeginselen daar, want ik weet nog heel goed, toen ik een jongeling was, 6e Q of 5e Q, dan zat ik soms aan tafel met een Peter Bakkers en Peter Goldsberry en die hadden het over grote zaken. En ik luisterde het zo aan en ik denk, oké, waar gaat dit eigenlijk over, weet je wel? Okay. Maar die waren heel gedreven, en dat zag ik wel in mensen. Ze zijn heel gedreven, ze zoeken iets, ze willen erkenning voor het Aikido, ze zijn bezig om het vorm te geven. Dus die pioniergeest en die gedrevenheid, die kon ik wel waarderen. Hè. Ik zag ook wel dat de schaal der dingen was heel klein. Hè. Het was nog in de tijd dat het met fax gecommuniceerd werd en dat soort dingen. Dus ik begreep ook wel dat het in een prille stadium stond van ontwikkeling. Maar in die zin had ik wel een andere kijk op iemand als een Peter Bakkers, die met een soort pioniergeest mee bezig was. Ik zag ook dat hij één ding verkeerd deed. Hij verliefde zijn grond met zijn eigen matgevoel, met zijn eigen mensen. Dus op een gegeven moment was een hele grote. Dus het was de NCAF, heette toen NCAW, was een huis zonder vader. De vader was altijd nooit niet daar. Nou ja, een huis zonder vader gaat heel snel, krijg je allerlei conflictjes. Nee?
En dan kwam hij terug en dan was hij dan de vader weer even. Maar dan red je het niet meer. Dan ben je soms je gevoel kwijt. Nou, toen ik dat zag, denk ik, dus, politiek moet altijd mat gedragen zijn. Dat zet ik met mijn hoofd vast. Nou, dus nu als DC, de wetcommissie van de IEF, zorgen we ook dat we met elkaar trainen. Dan gaan we met z'n allen naar Homoen, gaan we trainen onder de leiding van Dosje. En daarna gaan we praten. Ja? Nou, dat is een belangrijk principe. Want dan is de politiek die je doet, is Aikido-politiek. Het is niet onthecht van het mat gebeuren. Dat betekent ook dat het heel goed is dat je je kern vasthoudt, dat je nog een dode houder bent, dat je nog op de mat staat. Ja, nu ben ik de voorzitter van de IEF, maar ik sta nog steeds op de mat. En dat is heel belangrijk voor mij, om het te relativeren wat ik aan het doen ben. Want kijk, als voorzitter kan je wel heel wat waarnen, maar je beperkingen weet je heel goed op de mat. En dat doortrekken naar je voorzittersrol en van daaruit met mensen communiceren, is een ontzettend belangrijk iets. Dat is typisch hoe ik denk, hoe we vanuit een Aikido-perspectief politiek kunnen opereren. Natuurlijk is het altijd lastig om de verantwoordelijkheid te dragen die bij je past. Hè. Dus ik zag heel veel mensen die in de tijd dat het NCF klein was, die schuwde het politieke werk. Die zei, ja, ik doe een mat, that's it. Dat is anders. Yeah. Maar ja, als je het zo splitst, dan gaan de mensen die de politiek doen, hebben geen matgevoel. Yeah. En dan wordt het een splitsing. Zeg maar een normale carrière van een sporter. Je wordt sporter, topsporter, dan word je trainer en dan word je bobo. Ja. Alleen in Aikido, als je het goed doet, dan blijf je op de mat staan. Je rijp je daardoor. En vanuit die gerijpte positie die je hebt, ga je andere activiteiten doen. Dan ga je ook taken op je nemen die met bestuurstaken te maken hebben. En later in een steeds grotere schaal. Maar je moet altijd zorgen, hè, dat je verbindt met de mat blijft houden. Nou, dat is bijna mijn eigen mantra. Waar ik mezelf aan hou. En dat is een beetje de kern wat maakt dat ik nu ook kan zeggen. Kijk, ik ben comfort. Ik heb in Homodojo heb ik rondgelopen als een deshi. Daarna heb ik mijn grootste bond werd ik in Nederland. Niet alleen door mij, maar ook door heel veel mensen die me ondersteunden. Dan voelde ik de verantwoordelijkheid om het Aikido te verenigen. Want ik vond, ja, ik weet heel goed dat ik deed ooit in Venlo. Deed ik een demo. En ik voelde me al heel, en zo'n jonge god, weet je wel. En super. En Fred Royce was de commentator. Dus ik kom op. Weet je, een spotlight en Japanse muziek. Ja, hier komt een Aikidoka. Ja, interessante groep hoor. Ze praten over harmonie, maar het is de meest versplinterde groep in heel Nederland. Nou, dat was zijn introductie naar Aikido. En ik stond op, weet je wel. Maar hij had nog gelijk ook. Dat was de eerste. Hij had nog gelijk ook, weet je wel. Ik denk, shit, die man heeft gelijk, weet je wel. Dat is zo'n, ik vond het zo'n vernedering, aanfluiting die me echt raakte in het hart. Oké, dat betekent dus dat ik daar moet werken. Dit kan echt niet, weet je wel. Maar hij had nog echt gelijk, die man. Ik denk, nou, dat was echt mijn grondmotief om ABN te maken. Want ik dacht, hoe kun je over harmonie praten als je je niet weet te verenigen? Dat is gewoon bizar, dacht ik aan mezelf. Dat is bizar. Nou, en dan heb je natuurlijk een geschiedenis in Nederland, als je de looplijnen neemt vanaf NCAB, NCF en de ene splitsing naar de andere splitsing en et cetera, et cetera. Toen dacht ik, dat moet anders. Maar goed, dat. Ik heb nu een knie die het weer doet. Hij is net geopereerd, maar toen mijn knie niet meer deed. En toen stage van Dojo en die daagde hem uit om hem dat je waars te doen. En ik, oh man. Oké, ik moet het doen. Toen ging ik met zijn jonge Desi en ging hem dat je doen. Nou, dat ging dus goed.
Totdat ik stopte en de volgende dag met zo'n knie zat. Maar ik dacht, ik vond het eigenlijk wel heel goed dat hij dat appel aan me gaf. Want ik denk, ja, dat is een soort verjonging die je zoekt in Aikido. En dan moet je blijven doen door te trainen. Dus dat, dat principe, ja, is wel heel erg sterk in mijn systeem gekomen. En nu nog, en zo geef ik ook les aan de mensen.